video. Ik ben 10 dagen over op wintersport gegaan en we hebben 3 onderwerpen. Eerst hebben we het eten. Hebben we de activiteiten. Daarna nog de specials. Het eerste onderwerp, het eten. En wij gaan door naar het eerste onderwerp, het eten. Ja, eerst was natuurlijk het eten in de auto. Een Oreo donut en nog een beefyworst. Dan waren we in het hotel. Het eerste middageten, lasagne. Het avondeten, hamburger met friet. Het ochtendeten, ja, dat zag er zo uit. Ik nam een croissant met Nutella. Het middageten, kroketjes met cannelloni. Bim! Het avondeten was lasagne. Het was gewoon zo lekker, dus ik dacht, waarom pak je het geen tweede keer? Het ochtendeten, een chocoladekoek met Nutella. Zoals bijna altijd. Het middageten, daar had ik spijtig maar helaas geen foto van kunnen trekken. Het avondeten was toen balletjes in tomatensaus met als dessert een appelflap. Het ochtendeten daarna een ei met een chocoladekoek, ja je weet wel. Het middageten een wrap met aardappelblokjes en dat andere wist ik even de naam niet meer van. Het avondeten een boterham met een beetje mayonaise. Het ochtendeten ontbijtgranen. Het middageten spaghetti. Avondeten worst met kroketjes in de vorm van balletjes. Het ochtendeten yoghurt met ei. Middageten pita. En het laatste avondeten was een hamburger. Jawel, waarom niet? Dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp bij het treinstation. Want er is geen weg naar boven. Dus gingen we met de trein. En dan zagen we ineens bij een bakker dat ze daar live voor jou Boel de Berlijns maakten. Dat zijn eigenlijk een soort van donutvulling met daarin confituur. Super lekker en dan ziet u hier ergens een foto. En die waren ook vers van de pers, want ze maakten hem live. En dan was er ook bij de voorlaatste dag een carnavals-après-ski. Dat had in. Je mocht verkleed komen, dat was buiten en er was natuurlijk goede muziek en onbeperkt popcorn. Dat was eigenlijk vooral het leukste. En ik had dit ook aan. En daarna, dezelfde dag, was er een vijf waar ik de DJ op mocht zijn. En dan was er nog een coole, grappige goochelshow waar iemand in een grote ballon ging kruipen. Dat je alleen nog maar zijn hoofd zag. En daar ga je nu naar kijken. Het derde onderwerp, de specials. Wij dachten, oh ja, ik zat mee wat anders op de kamer, om elke dag onze bedden zeg maar te veranderen, dus te verschuiven. En daar gaan we nu naar kijken. En jawel, de laatste dag was er al. En dan vertrekken we om 3 uur 's nachts, zoals in het begin. En we kwamen toe om 13:30 uur. Het was een super leuke week. En toen beland ik hier. Doei!